Het verhaal gaat over een renner die heel vaak wordt vergeten. Welkom in de vlog van deze week. Bernard Hinault noemde deze renner ooit een potentiële toerwinnaar, omdat hij als enige Hinault had kunnen volgen in een bergrit in de Tour. Maar in 1981 was hij op reis naar Guadeloupe en daar liep hij met zijn blote voet op een zeeegel. En dat had een grote invloed op zijn carrière. Hij bleef sukkelen met wat gezondheidsproblemen en het kwam zelfs zover dat in 1985 er iets heel vreemds gebeurde. Die dag was er de proloog van de Ronde van Frankrijk. Bernard Hinault, uiteraard, won die wedstrijd. En die renner die kwam buiten tijd aan. Het gaat over Fons de Wolf. Fons de Wolf kwam 5 minuten te laat aan op het startpodium van die proloog. Hij zei later, achteraf ook in interviews, dat het een vreemde kronkel in zijn hoofd was. Dat hij zich nooit meer zo goed voelde sinds dat ongeluk met die zeeegel. Fons de Wolf werd uit koers genomen. Heel merkwaardig verhaal voor een renner die ooit Milaan-San Remo won en de Ronde van Lombardije. We zouden hem dag van vandaag kunnen vergelijken met niemand minder dan Julien Alaphilippe, een topper onder de Belgen. Vanuit de helikopter zien we dan dat er op 200 meter van de top iemand weggaat. Iemand met een witte trui, misschien wel Fons de Wolf, denken wij. Goed gezien van ons, Fons de Wolf heeft zich uit het eerste peloton losgegooid en begint alleen aan de afdaling van die Poggio. We vinden de Wolf terug in de straten van Sanremo. Hij rijdt erg sterk, gaat door zonder omkijken en is op 2 kilometer van de aankomst. De Wolf wordt niet meer bedreigd en is reeds op de Via Roma. De Wolf dus eerste. In prima posizione, maglia gialla, Ludo Peeters lancia lo sprint, De Wolf al centro, De Wolf, Chinetti è in seconda posizione, De Wolf volata lunga, sempre De Wolf al comando, c'è qualcuno che rotola sul traguardo, ma è De Wolf che vince davanti a Chinetti, terzo è Ludo Peeters. Ik had graag geweten wat nu echt het echte verhaal was van het buiten tijd komen in een proloog. Hoe zat het nu met die zeeegel? Ik besloot Fons de Wolf op te bellen. Welkom bij Voicemail. Dit is de voicemail van Fons. Lieve berichten laten na de toon. Bedankt voor uw oproep. Jammer genoeg geen Fons de Wolf aan de lijn gehad. Uiteindelijk toch een kort gesprekje kunnen voeren, maar hij wou niet dat ik het opnam. Hij verkies om niet in beeld te komen, om niet mee te werken aan deze reportage, waarvoor alle begrip natuurlijk. Hij heeft zijn verhaal al een paar keer vertaald en voelt niet de nood om dat nog eens opnieuw te doen. Maar toch, merkwaardig verhaal, Fons de Wolf, die eindigt buiten tijd in een proloog in de Ronde van Frankrijk. Voilà, dit was het voor deze week. Volgende week misschien een nieuw wielerverhaal dat u al lang bent vergeten. Tot volgende week. Bye bye.